So, ik heb net een video gemaakt over mijn nieuwe merchandise. Ja, ik ben zo trots of zo. Ik weet niet, ik voel me zo blij. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nog niet heel veel mensen hebben erop gereageerd, maar dat komt vast nog wel. Nu is het tijd om wat vlogs te editen. Waarschijnlijk de vorige vlog van die je nu ziet. Of misschien zelfs twee daarvoor. Die ga ik nu editen. En ik heb Domino's besteld. Yummy, 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 yummy. Zo, vorige clip was hetzelfde setup. Het is wel een paar dagen later. Ik weet niet wanneer ik die vorige videoclip had opgenomen. Vandaag is het in ieder geval dinsdag. Ik was ziek, maar ik voel me nu een stuk beter. Maar ik heb mijn vlog zitten editen. Ik had namelijk wat vlogs die ik achterliep. Maar ik loop nu helemaal bij. Maar ik heb dit, als ik dus vlog en ik edit het niet, dan stop ik met vloggen totdat ik weer klaar ben met editen. Snap je dat? Dus ik wil niet dat ik heel erg achterloop of zo. Ik kan er niet tegen. En ook als ik dan iets film en ik edit het niet meteen, dan vind ik het niet meer leuk en dan edit ik het gewoon helemaal niet. Komt het gewoon nooit online. Er zijn zoveel van dit soort clips van mij, dat ik bijvoorbeeld een vlog begin of ik heb gewoon legit video's opgenomen, nooit gepost online. Ik vraag me af of ik die een keer moet praten of zo tussendoor als ik een keer een vlog heb met weinig materiaal. Ik wilde eventjes jullie een update geven over wat er allemaal gebeurd is deze week. Ik heb natuurlijk mijn merchandise live gegooid. Je zag de video, de clip, je zag mijn bed. Ja, echt tof. Pet, het is een snapback. Heel veel positieve reacties. Ook heel veel mensen die je meteen besteld hebt. Er zijn er nog een paar available. Dus als je wilt, kun je in de link in de beschrijving jouw pet bestellen. Of snapback. En nou ja, er zijn er niet zoveel. Dus wees er snel bij. Ik ben heel erg benieuwd of ze uitverkocht gaan worden. Nou, ik heb me verder een beetje voorbereid op de reality. Ja, zo'n merchandise hebben of een webshop hebben is eigenlijk heel veel werk. Ik heb dan maar één artikel. Er zijn of twee. Ik heb ook een deluxe versie met wat extraatjes erbij. Maar twee artikelen. Maar er komt echt een hele hoop bij kijken. En ik heb eigenlijk iets te snel online gedaan. Want er zijn heel veel foutjes nog erin. Maar volgende week donderdag gaat Rens ons helpen met de shop. Om het allemaal, dat die helemaal perfect wordt. Waarschijnlijk gaat dat niet één dag lukken. Maar hij gaat ons op weg helpen. Ja, Rens is gewoon vet handig daarmee. En hij is een goede vriend van Tom. Dus hij vond het wel leuk om te helpen. Hij zei dat staat goed op mijn portfolio. Dus het is vet lief van Rens. Echt dikke shout-out naar Rens. Voor de rest, ja, dit weekend reality. En morgen dus stream ik voor 3 jaar. Dus dat is wel een beetje spannend eigenlijk. Ik heb een celebration stream. En als mensen, ja, voor iedere sub, resub of iedere donatie komt er een blikje. Een gauge, want die heb ik heel veel nu. En die stapelen we op. En zodra de toren omvalt, wat ik hoop natuurlijk dat niet zo snel gebeurt, ga ik een slagroomtaart in mijn gezicht duwen. Dat wordt echt hilarisch. Dus ja, dat is voor morgen de planning. Ik dacht, ja, ik zat te denken, wat zou ik doen? Giveaways, wat moet ik nou weggeven? Wat willen jullie nou? Dacht ik, wat willen mijn kijkers nou? En ik dacht, weet je wat mijn kijkers willen? Mijn kijkers willen eigenlijk dat ik mezelf verschut zet. Dus vandaar die taart in mijn gezicht. En ik vind het wel een leuk idee. Dus ik dacht, nou, dan gaan we dat doen. Alleen, nu, ja, nu kan ik het niet nog een andere keer doen. En nou heb ik deze keer dit al gedaan, natuurlijk. Maar ja, ik zit al 3 uur te lullen en die vlog is nog niet eens begonnen. Dus, jullie zien vast wel meer clipjes deze week. Maar dan weet je in ieder geval wat er een beetje speelt op het moment. Nou ja, deze weekvlog zal wat korter zijn. Ik heb namelijk, het is nu dinsdag, morgen al woensdag. Maandag niet gevlogd. En vrijdag ga ik naar de reality. En dan wil ik dus een nieuwe vlog starten. Dus ik ga alleen morgen nog vloggen en overmorgen. Maar overmorgen ga ik shoppen met mijn moeder. Dus het wordt super leuk. Kortere vlog. Of nou, hij zal vast niet kort zijn. Maar minder dagen in één vlog. Maar goed. Dan heb je wel 2 vlogs in de week. Ik had vanochtend gewerkt en daarna heb ik... Wat een rommel. Maar dat komt omdat ik jullie wil laten zien wat ik gehaald heb.
Deze brokken hebben we trouwens nieuw voor Sauron. En nou wil hij die andere brokken niet meer eten. We hebben normaal Royal Canin. Maar dat is gebaseerd op mais. Het hoofdbestanddeel is mais. En hier is dit gewoon vlees, geloof ik. Ja. In ieder geval, die vindt hij heel lekker. Dus die moeten we nu aanschaffen. Oh. Heb ik envelopjes gehaald voor de kaarten die ik bij de petten ga schrijven voor sommigen. Dit zijn soort veiligheidsspelden, want die wilde ik al heel lang. En ik zag ze nu voor een euro bij de Zeeman. Ik denk, die moet ik hebben. Heb ik ballonnen gehaald voor de stream. Want ik heb vandaag mijn drie jaar verjaardagstream. En dit zijn fabric markers. Maar ik weet niet of die werken op zwarte petten. Dus dat ga ik eerst vragen. En, sorry voor de rommel, maar we zitten in work in progress. Ik had dozen besteld. En die ben ik nu aan het vouwen. Want daar gaan de petten in. Kijk, ik zal het je even laten zien. Hier zit er een in. Petje. En die zit dan met dat roze tape. Ga ik hem dichtmaken. Echt super cute vind ik dat roze tape. Maakt die dozen toch iets leuker. Dus dat ga ik nu even doen. Even een paar dozen vouwen. Ik heb vanmiddag ook nieuwe oorbellen gekocht, deze. En een nieuwe lipstift, dus ik ben een beetje ready. Maar ik mocht niet te veel kopen van mezelf, want morgen ga ik shoppen natuurlijk met mijn moeder. Dus dadelijk even mijn make-up doen en dan helemaal ready maken voor de, ja, niet 24 hour stream. Dus even normaal, maar voor de face stream. Oh, ik word hier bijna emotioneel van. Nee, dat zeg ik niet goed, ik word hier gewoon emotioneel van. Dit is hoe ik de pakketjes ga maken. Ik zet ze hier, de dozen aan het vouwen. Hier nog meer dozen en hier zijn petjes. Markers voor signeren. Enveloppen om kaartjes in te doen. Hier nog meer kaartjes. Dit is hoe het eruit ziet. Mijn home fabriek. Hoe zeg je dat? Echt heel tof. Ik ga wat pakjes. Er moeten al wat pakjes verstuurd worden. Dus, en dit is de eerste order trouwens. Dus hier staat achter staat nog een stapeltje. Dit zijn de allereerste bestelde petten. Snapbacks. Ze zijn... ja, dit is echt een mooi beeld. Ik word er echt een beetje emotioneel van. Ik ben druk bezig met de pakketjes inpakken. En ik dacht, ik laat even zien wat ik er precies... meedoen. Want ik stop er wel wat energie in. Dus dat wilde ik even laten zien. Mensen bestellen wat bij mij. Dus daar krijgen ze wat voor terug. Hier heb ik het kaartje voor Angela. Dit is een foto van mij. En daar heb ik een quoteje bij. En op de achterkant heb ik een tekstje geschreven. Maar dat vind ik nogal persoonlijk. Dus die laat ik eventjes... die doe ik in deze envelop. En die envelop doe ik hier in het doosje. Daarbij komt een sticker van Mattia TV. Die is echt zo cute. Dat is mijn emote. En dan heb ik dit. Dit is mijn body mist. Die draag ik echt iedere dag. Hij focust alleen er niet op. Is van Bath & Body Works. Die kun je niet in Nederland krijgen. En die spuit ik 3 keer op de binnenkant van de pet. En nou ja, deze kamer ruikt al heel erg naar mijn geur. Dus ik hoop dat het blijft. Zo lang mogelijk blijft zitten natuurlijk. Ik denk dat body mist ook wel, ja, wel een beetje gauw vervliegt. Dus hopelijk als de pakketjes aankomen ruiken ze nog naar mij. Dus dat is wat ik in doe. En ik vind het echt heel leuk samen. Ik vind het ook, ja, ik vind het heel belangrijk dat er wel wat in die doos zit natuurlijk. Anders heb je zo'n kale doos en ja, dit is gewoon leuk. Goedemorgen, het is donderdag en vandaag ga ik shoppen met mijn moeder in Eindhoven. En ik heb heel veel zin in. Het is al lang geleden dat ik geshopt heb. Ik heb wel gewebshopt, maar echt fysiek shoppen is een hele tijd geleden. Dus ik heb er heel veel zin in. En ik neem jullie mee op deze laatste dag van deze vlog. Ik ben op Culemborg station aangekomen. En ik heb nog nooit zo ver weg moeten parkeren. Alles stond vol. Ik wist niet dat er zoveel mensen nog met de trein hingen tegenwoordig. Ik bedoel... Het is wel handig, maar hij komt zo vaak te laat en zo. Maar goed, ik ben redelijk op tijd. Dus nu ben ik wat eerder in Geldermalsen. Daar stapt mijn moeder op. Vanuit Tiel. En dan ben ik wat eerder. Dus dan kan ik even wat cappuccino halen voor ons allebei. Want ik ben zo'n goede dochter. We zijn in Den Bosch aangekomen. Ik heb mijn moeder gevonden in de trein. En
nu gaan we naar Eindhoven. Nog één stop, denk ik. Nee, er zitten wel stops tussen, maar we hoeven nog maar één trein. En dan zijn we er. Nou, ik werd dus weer gekruld. Ik denk, oh mooi, dan wordt mijn haar gedaan. Maar ja, dan moet je natuurlijk van alles kopen. Ik heb net een nieuwe krultang, dus dat was er niks voor mij. En ik zie ook in de spiegel aan de achterkant dat deze... Ze heeft de achterkant niet gedaan. Maar ik zei tegen die mevrouw, nou, ik kijk wel of het vanavond nog erin zit. En als het dan nog zit, dan kom ik terug. Maar ik weet toch wel dat ik niet terug kan. Maar ik weet nooit hoe je van die verkopers af moet. Als je iets aansmeren wat je niet om gevraagd hebt. Dat vind ik heel lastig. Oké, ik had dus niet mijn schoenen gepast zoals je zag in de vorige clip. Maar ja, ze pasten heel goed. Ik heb ze dus ook gekocht. Alleen ik heb ze niet mee. Want de ene schoen is echt zo'n stuk hoger. Echt zo'n stuk, hè, man? Ja. Zo'n stuk hoger. Dus nu heb ik hem besteld via de internetsite van Sasha. En dan komen ze thuis bezorgen. Nou, het is weer wat later en we hebben bij de IC Paris geshopt. En ik heb een geurtje gekregen van mijn moeder en van mijn vader. Want die was op van mij en ik wilde een hele zoete. En ik heb nou een hele lekkere zoete, maar die laat ik jullie straks zien. Nu gaan we even op zoek naar het terrasje. Er zijn zoveel keuzes hier. Gaan we even wat drinken voordat we weer verder gaan. Het was echt een super leuke dag met mijn moeder. En ik dacht, ik laat nog heel even gauw zien wat ik helemaal heb gekocht. Als mijn camera kwaliteit een beetje aanhoudt. Ik heb dit jurkje gekocht. Het is een lang jurkje, strak. Ja, zo ziet hij eruit. Heel simpel. Met streepjes. Dan heb ik deze gekocht. Van de Primark. Een suède rokje. Echt te cute. Even wat beauty blenders, want die waren op. Stiften waar ik mee kan handtekeningen zetten voor op kleding, dus dat is wel heel leuk. Dan heb ik deze gekocht. Dat zijn handschoentjes voor in de gym van Puma. Heel erg leuk vond ik deze. Ik vind ze altijd zo lelijk, maar deze vond ik echt wel cute. Dan verder heb ik van mijn moeder gekregen dit geurtje. Nou,
Misoni. Die is heel zoet, maar heel lekker. Dus hier zul je mij voortaan mee ruiken. En dan had ik al laten zien, maar ik had dit gekocht. Deze extra Bass Sony headset. Voor in de gym. Dus ik heb natuurlijk al een goede headset voor gamen. Maar dit is voor in de gym. Dan ga ik niet met zo'n grote lopen. En ik heb nog schoenen gekocht. Maar daar had ik al verteld. Die komen thuis bezorgd. Want die waren dus niet zo... Die waren niet juist. Dus nu heb ik ze online moeten bestellen. Dus hopelijk zijn die mooi. In het echt. Morgen komen die aan. Maar goed, dit was mijn vlog van deze week. Ik ga morgen naar de reality. En de rest van de avond ga ik ook me klaarmaken voor de reality. Ik moet van alles inpakken. Snapbacks natuurlijk meenemen. Dus ik heb nog een hele hoop te doen. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken van deze video. Ik vond het heel leuk om weer een beetje mijn week vast te leggen. Dankjewel voor het kijken. Doeg!